Hallo en welkom bij Mijn Piepshow Do It Yourself. Voor alle situaties waarin je alleen bent en toch de randjes op wil zoeken. Laat in de comments even weten waar jij een Do It Yourself over wil zien. Vandaag hebben we het over de menstruatie. Vrouwen gebruiken in hun leven zo'n 10.000 tampons. En als je die van een A-merk koopt, dan ben je dus ongeveer in je leven zo'n 1800 euro kwijt aan tampons alleen al. Fucking veel. De menstruatiecup is niet iets wat ik op dit moment gebruik. Maar ik heb hem wel even getest. Het viel me eigenlijk heel erg mee. Ik was er in eerste instantie altijd een beetje huiverig voor. Omdat ik dacht, ja, dan moet je zo'n cupje in doen. En ja, is het nou echt handig? Laten we eerlijk zijn. Dat je op de wc zit, dat ding eruit haalt. Hopelijk nergens bloed laat morsen. En dan vervolgens dat schoonmaakt en er weer in doet. Maar ik geloof dat die dingen overwonnen kunnen worden. Aangezien de voordelen van de menstruatiecup best wel chill zijn. Ik dacht namelijk dat je dat ding echt zou voelen wanneer je hem indeed. Maar eigenlijk is het een beetje hetzelfde als een tampon. In het begin is het even wennen, maar daarna voel je hem niet meer. De uithalen daarentegen is wel een dingetje. Maar daar gaan we het allemaal over hebben. Ik laat je namelijk in 3 stappen zien hoe de menstruatiecup werkt. Allereerst, wat is een menstruatiecup? Nou, ik heb hier aardig wat staan. Een menstruatiecup hou je zo om. Dit is de bovenkant en dit is de onderkant. En eigenlijk werkt hij hetzelfde als een tampon. Het vangt namelijk het bloed op tijdens je ongesteldheid. Het enige verschil is dat je dit ding dus veel langer in kan houden. Omdat hij zich vastzuigt in je vagina en daardoor al het bloed opvangt. Dus totdat het cupje vol is, heb je geen reden tot zorgen. En zoals je ziet is er best wel wat keus. Je moet voor jezelf bepalen welke cupmaat jij wil gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld namelijk ook wat hardere menstruatiecups. Deze zijn over het algemeen wat zachter, maar ze werken allemaal hetzelfde. Dat gaat namelijk als volgt. Je brengt de menstruatiecup in en wat het doet is het vangt nadat de menstruatiecup zich eigenlijk heeft vastgezogen, vangt het al het bloed op. Prachtig, toch? Echt een mooi systeem. Het allerbelangrijkste is dat je dus even bij jezelf nagaat wat voor cup je nodig hebt. En online zijn er allerlei testen te vinden. Als je maagd bent, zou ik sowieso aanraden om voor een klein modelletje te gaan. Maar als je heel veel bloedverlies hebt, dan is het misschien beter om voor een grotere maat te gaan. De keuze is reuze. Zoek de menstruatiecup die bij jou past. Door naar stap 2. Stap 2. We gaan de menstruatiecup inbrengen. Ik kan me voorstellen dat je denkt, hoe gaan we dit ding in godsnaam mijn vagina in krijgen? Trust me, I've been there. Allereerst is het belangrijk dat je gaat liggen of staan of in een hurk zit gaat zitten. Het allerbelangrijkste is dat je ontspannen bent wanneer je dit doet. Dan gaat het gewoon het makkelijkst. De eerste techniek heeft een U-vorm of een hartje. Ja, wat je zelf wil. Kijk, zoals je ziet is het een hartje. En ik kan me voorstellen dat je denkt, het is nog een beetje groot. Het is namelijk groter dan een tampon of breder dan een tampon, deze techniek. Maar wat makkelijk is, is dat hij heel snel losgaat. En dat is dan weer fijn, want hij moet er helemaal in. Ook het onderste gedeelte. Bij elke vrouw is het weer anders waar die zichzelf het beste vastklemt. De volgende techniek heet de push-down techniek. En deze techniek vind ik persoonlijk wat fijner. En dat komt omdat je een smallere opening hebt. Je drukt als het ware de menstruatiecup in naar beneden en vervolgens klem je hem hieronder vast. Waardoor je dus een hele kleine opening nodig hebt. En dat is weer chill als het allemaal nog een beetje stroef of voor de eerste keer gaat. Het enige waar je wel goed voor moet opletten is dat je hem er diep genoeg in doet, zodat hij niet te vroeg openspringt. De laatste techniek is nog smaller. Dat is namelijk de 7-techniek. Wat je doet is je vouwt de menstruatiecup dubbel. Als een 7. En zoals je ziet is de opening nu nog kleiner. Het enige waar je voor moet oppassen is dat hij nu wat moeilijker openspringt. Omdat hij dus helemaal zo via de buitenkant zo openschraapt. En ik heb dit geprobeerd. Hij ging er wel makkelijk in omdat hij dus een best wel scherp puntje heeft. Wanneer hij er helemaal in zit kan je hem nog een beetje draaien. Zodat je zeker weet dat hij goed op slot zit. Zodat het bloed geen kant op kan. En dan nu, de cup eruit halen. Er is één beginnersfout als we het hebben over de menstruatiecup er weer uithalen. En dat is trekken. Want wanneer je trekt, werkt het eigenlijk net als een ontstopper. Je trekt en je trekt en je trekt en dan in één keer schiet hij los. En dat doet niet alleen zeer, nee, je hebt ook nog eens overal bloed aan zitten. En dat willen we niet. Dus hoe haal je die menstruatiecup er nou rustig en met beleid uit? Je gaat met je vingers naar binnen. En je gaat op zoek naar het cupje.
Je kan jezelf een beetje helpen door je bekkenbodemspieren aan te spannen en als het ware de cup eruit te persen. Wanneer je de menstruatiecup met beide vingers vast hebt, kun je er een beetje in knijpen, zodat het vacuüm loslaat en je hem er dus heel rustig en makkelijk uit krijgt. Op deze manier verspil je geen bloed, blijft het als het goed is allemaal schoon en is het tijd om hem om te gaan spoelen. En ik kan me voorstellen dat als je in een dixie of in een wc-hoekje staat, dat het niet echt fijn is om naar buiten te lopen, dat ding om te spoelen en weer erin te duiken. Dus dan raad ik je aan om een waterflesje mee te nemen naar je wc-bezoek. Dan kan je het gewoon lekker in je eigen tijd, op je eigen manier, omspoelen in het hokje. Hoef je helemaal niet naar buiten, geen stress, iedereen blij. Mocht je nou overgaan op de menstruatiecup, vergeet hem dan niet zo af en toe uit te koken. Heel belangrijk, want dat doodt de bacteriën en heb je er langer plezier van. Maar het is misschien lastig om hem onder water te houden, want dat ding dat drijft nou eenmaal omhoog. Dus wat je doet is je pakt een garde, je drukt hem erin en laat die garde in het pannetje staan. Dan heb je in ieder geval zekerheid dat hij onder water blijft. Oké, goed, genoeg over menstruatiecups gepraat. Tot volgende week. Vergeet niet te liken en te abonneren.